superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten van zowel januari als februari laten zien. Ik heb hier het mandje, er zitten weer aardig wat producten in die ik helaas niet zo fijn vind. Altijd heel erg jammer, maar het hoort toch een beetje bij het testen van make-up, want je vindt producten fijn en niet fijn. En ik ga je dus laten zien welke producten ik niet fijn vond. Mocht je nou benieuwd zijn welke producten er in mijn bakje zitten en waarom ik deze dus niet fijn vond en niet zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin even met twee producten uit een trendeditie van Essence. En dit is de Catching Clouds collectie. Ik heb allereerst dit product en dit is een Cloud Touch Body Luminizer. Deze heeft de naam 01 Twinkle Twinkle Little Cloud. Nou, het potje ziet er hartstikke leuk uit. Heb ik verder ook niks op aan te merken. Dit is een luminizer, die kun je dus eigenlijk over je lichaam smeren, maar ook al op je gezicht. Zou dus een leuk glittertje geven. Hij zit heel goed dicht, doordat er nog een extra dopje op zit. Vind ik zelf heel fijn. Nou, hier heb je een beetje de structuur, zoals je kan zien. Ik ga het potje even niet schuin houden, want anders dan gaat alles eruit. Ik zal eventjes ook gelijk een swatch maken, zodat je kunt zien hoe het eruit ziet. Kijk, dit is het idee erachter. Nou, op zich ziet het er hartstikke leuk uit als je het zo ziet. Alleen het probleem is, als je dit op je lichaam smeert, dan vervaagt het heel snel. Je bent het heel snel weer kwijt. Dus ja, stel je zou dit leuk vinden om na een feestje op te doen. Je smeert het in, ben je het gewoon eigenlijk na een anderhalf uur weet alweer kwijt. Zie je er helemaal niks meer van. Ja, en als je op een feestje bent, ben je natuurlijk niet mee bezig van zit mijn glittertje er nog mooi op. Ik vond op zich het aanbrengen en het insmeren best wel makkelijk gaan. Daar was verder niks op aan te merken. Het is ook best wel een fijne structuur. Maar de langdurigheid van dit product is gewoon niet heel fijn. Ja, en voor sommige huidstypes zou die misschien ook wel een beetje te glitterig zijn. Kijk, ik heb hem er nu afgehaald, maar je ziet een heel licht glittertje nog wel zitten. Dus nee, daarom vond ik deze toch niet zo fijn. Want als ik zo'n product gebruik, vind ik het ook wel leuk als het gewoon echt een poos blijft zitten. En dat gebeurde niet bij deze. Ook uit die collectie heb ik nog een Cloud Touch Highlighter. Dat is deze. Hij ziet er allereerst super schattig uit. Heeft de naam 01 Daily Dose of Dreamy Clouds gekregen. Als je het doosje dan openmaakt, zie je ook hele kleine wolkjes. Dus echt... ja, voor hoe de highlighter eruit ziet, geef ik ze een dikke 10. Nou, hartstikke leuk, maar ik zal hem even swatchen. Voor mijn huidskleur is hij gewoon eigenlijk te licht, want je ziet hem gewoon bijna niet. Ik heb hem nu geswatcht, maar misschien dat je hem heel licht ziet, maar eigenlijk nauwelijks. En ik zag hem op mijn gezicht dus ook niet. Ook niet als ik hem ging opbouwen, je zag hem gewoon bijna niet. Het is een wat warmere highlighter en op zich zou dat normaal gesproken best wel kunnen werken. Maar bij deze werkt het niet, omdat je hem dus niet terug zag op mijn gezicht. Dus de pigmentatie vond ik echt niet heel fijn. Dus nee, vandaar dat ik deze toch niet fijn vond. Heel erg jammer, want echt, hij ziet er lief uit. Maar ja, de uitvoering op het gezicht was gewoon helemaal niks. Dan heb ik een Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint van Catrice. Dat is deze. Deze heb je ook voorbij kunnen zien komen in mijn favoriete video's. En nu vraag je je misschien af, waarom vind je hem dan toch niet fijn? Dit is de kleur 050 BFF. Laat ik vooropstellen dat dit dus eigenlijk een liptint is die mat opdroogt. Maar doordat die op een soort van waterbasis is, droogt hij je lippen niet heel erg uit. Dat is echt fantastisch. Hij voelt heel fris aan. Het is wel zo dat de kleur daardoor wel iets minder intens is, omdat hij dus op waterbasis is. Dus dat is eigenlijk dikke prima, maar het is gewoon puur de kleur. Want je zag de kleur gewoon bijna niet. Kijk, ik heb hem nu eventjes geswatcht en nu zie je nog aardig wat kleur. Maar op je lippen zie je hem bijna gewoon niet. Het lijkt gewoon net of dat je je eigen lipkleur behoudt met deze kleur. En dat vond ik toch wel heel erg jammer. Dus eigenlijk vanwege de kleur heb ik hem toch bij de veel producten gedaan. Want ja, het product op zichzelf is hartstikke fijn, maar de kleur viel mij heel erg tegen. Dus vandaar dat deze dan toch niet heel erg fijn was, helaas.
Dan heb ik een mascara van Max & More. En dit is de Lash Extension Ultra Curl & Length Mascara. Dat is deze. Nou is het over het algemeen wel bekend als je mijn video's langer volgt. Ik ben niet een heel groot fan van Max & More mascara's. Ik blijf ze wel steeds proberen omdat ik denk, nou ja, misschien hebben ze iets veranderd aan de formule. Maar ook bij deze was dat niet zo. Allereerst, het borsteltje is wel een borsteltje waar ik van hou. Want hij heeft een hele mooie ronding gekregen. Heeft wat kortere haartjes, maar ook wat langere haartjes. Dus het borsteltje was een dikke 10. Alleen de uitwerking van de mascara was echt niks. Ik had heel veel moeite om er überhaupt wat uit te krijgen. Om het überhaupt op mijn wimpers te krijgen. Want het leek wel alsof de structuur in de huls heel droog was. Mijn wimpers werden zwart, maar daar had je het ook mee gehad. Geen volume, geen krul, helemaal niks. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Want ja, ik had misschien gehoopt dat hij toch wat beter zou zijn. Maar aan de andere kant was het ook niet echt een verrassing. Omdat ik tot nu toe niet echt een hele positieve ervaring heb met deze mascara's. Dus deze was ook absoluut niet fijn. Dan heb ik 3 lip scrubs en deze zijn van Icons Lab en dit is een merk wat ze bij Kruidvat en Trekpleister verkopen. En dit is dus een lip scrub. Er staat verder eigenlijk heel weinig informatie over op. Er was op internet ook heel weinig informatie over te vinden, alleen dat in dit doosje 19 gram zit. Ik heb hier de geur kokosnoot en dit is dus een lip scrub. Ik schrok wel even toen ik hem zag, want dit is de kleur. Hij is ook echt blauw. Ik zal hem even swatchen. Hij heeft een heel lichtblauw kleurtje. Hij zit hier, dus je ziet hem bijna niet. Deze lip scrubs zijn helaas toch wel erg droog. Je brengt ze aan en het voelt op zich prima aan. Ze hebben een lekker geurtje. Deze ruikt dus naar kokosnoot. Hartstikke lekker. Maar er zitten bijna geen scrubdeeltjes in. En als ik een lipscrub gebruik, vind ik het toch belangrijk dat er echt wel goede deeltjes in zitten. Dus dat viel wel heel erg tegen bij deze. Ik had niet echt het idee dat mijn lippen hier echt mee gescrubd werden. Dat ze gewoon daarna nog zachter aanvoelden. Had ik totaal niet. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Dus ik heb hem in de kokosnootgeur. Dan heb ik hier de geur Strawberry. Dat is een roze variant en de binnenkant is dan ook roze. Hij ruikt wel heel erg lekker naar aardbei. Die geur vind ik alleen al heerlijk. Ik denk dat ik ze gewoon nog wel eens zou gebruiken, zeg maar, om gewoon mijn lippen in te vetten. Maar omdat hij bekend staat als lipscrub, nee, daar vind ik hem niet fijn genoeg voor. En ik had ook nog de Persik en die is dus oranje. En die is dus ook een beetje licht oranje. Ruikt ook heel lekker, maar je ziet ook bijna de scrubdeeltjes niet. De scrubdeeltjes zijn zo fijn dat je ze gewoon eigenlijk bijna niet op je lippen tegenkomt. Dus heel erg jammer. Oh ja, dan heb ik nog een mascara. En deze is van Rimmel. Dit is de Scandal Eyes Wow Wings mascara. Deze mascara die zou je wimpers echt een wauw effect geven. Ik vind de verpakking wel super leuk. Ook met dat holografische erop. Paarse kleur. Hartstikke leuk. Het borsteltje is helaas niet mijn ding. Daar werd ik alweer meer teleurgesteld van. Het is dus zo'n borsteltje. Deze is van plastic en daar hou ik niet van. Hij heeft vrij korte haartjes. Zijn gewoon niet mijn favoriete borsteltjes. Maar het resultaat wat deze mascara gaf, en ik had hier best wel hoge verwachtingen van, heel eerlijk gezegd. Want Rimmel is natuurlijk best wel een goed merk, maar ik zag gewoon niks. Ja, ze werden zwart, de wimpers, maar het was niet dat ik zei van, wow, wat een wauw effect hebben mijn wimpers gekregen. Dus nee, dat vond ik toch wel echt heel erg teleurstellend. Vond ik ook echt wel heel erg jammer, want ja, hij belooft dan zoveel en dan denk ik van, nou, nee, het is het net niet. Ik zou hem zeker niet aanraden. Want ik vond hem in ieder geval helemaal niks. Dan heb ik hier een Blistex. En Blistex, daar was ik eigenlijk nog nooit zo bekend mee. En ik wilde dat wel eens proberen. Dit is eigenlijk een product wat je lippen repareert. Deze zou je lippen verkoelen en ook helpen als je lippen gesprongen zijn of ruw. Nou, ik heb de laatste tijd best wel ruwe lippen. Vooral als ik een liquid lipstick heb gedragen, merk ik gewoon, als het er eenmaal af is, dat mijn lippen heel droog aanvoelen. Dus ik dacht, nou, Blistex, hartstikke fijn. Zit menthol in.
Hij ziet er verder gewoon zo uit. Dus verder niet heel bijzonder. Maar ik vond het gewoon helemaal niet fijn aanvoelen op mijn lippen. Het deed gewoon eerder zeer dan dat het echt verkoelde. Ik vond deze gewoon heel pijnlijk. En normaal gesproken, ik ben inmiddels wel gewend aan wat meer menthol in de producten. Maar nee, of het verkoelende effect, nee, dat miste ik echt totaal. Zat er ook echt gewoon niet in voor mijn gevoel. Terwijl Blister heeft best wel goed aangeschreven staat, maar het is gewoon niet echt een product voor mij. Dus nee, die zou ik zeker ook niet aanraden. Dan heb ik helaas nog een mascara. Dit is ook zo'n mascara waar ik altijd hele goede recensies over las en die ik graag zelf wilde proberen. Dit is de Less Sensational Full Fan Effect van Maybelline. Ik denk dat dit ook wel een van de meest bekende mascara is. En het is een intens zwarte mascara. En dan zie je dat plaatje op die verpakking. En dan denk je van, nou wauw. Als je wimpers er toch zo uitkomen te zien door deze mascara. Daar word je gewoon blij van. Ja, dan ga je hem aanbrengen. En dan valt het effectje gewoon hartstikke tegen. Wederom weer een borsteltje waar ik dus niet van hou. Plastic. Niet mijn ding. Dit kun je helaas op voorhand niet zien. Je weet op voorhand niet wat voor borsteltje erin zit als je zo'n product koopt. Ze zitten op een kaart. Er staat wel een borsteltje afgebeeld, maar daaraan kun je niet afleiden wat voor materiaal het is. Maar ik vond het resultaat gewoon heel erg tegenvallen van deze mascara. Ik had hier echt veel meer van verwacht. Dus ik was echt wel oprecht een beetje teleurgesteld hoe het resultaat was. Want ik zag dus gewoon ook niet... Ja, ik zag gewoon niet dat mijn wimpers lekker vol werden. En ja, het blijft bij dat zwarte, maar dat is het dan ook. Ja, ik vind dat echt heel jammer, want ik hoor altijd heel veel mensen die hier helemaal enthousiast over zijn. Nou, ik dus niet. Ik werd er niet echt vrolijk van. Nou, dan heb ik nog 3 producten uit een limited editie van Catrice. En dat is de Advent Beauty Gift Shop. Ik heb hier allereerst een mini nagellak. Ja, hij ziet er natuurlijk super schattig uit. Dit is de Shiny Lilac Nails. De kleur is hartstikke leuk. Maar ik was hem heel snel kwijt. En de andere kleuren uit deze collectie die bleven heel goed zitten. En deze die beschadigde echt elke keer weer. En ik heb hem gewoon hetzelfde aangebracht als de andere kleurtjes. Ik zal hem eventjes een beetje laten zien op het kwastje. De kleur vond ik echt wel hartstikke mooi, maar gewoon de langdurigheid op de nagels die viel heel erg tegen. En als ik het dan denk ik van ja, weet je, als de andere lakjes, want er zaten er meer in deze collectie die ik heb getest, die bleven wel heel mooi zitten en deze dan niet, ja. Dan ga je toch naar de producten die ik niet fijn vind, want ja, ondanks de kleur, als je echt na 1 dag al zo erg gechipt bent, dan ben je geen goede nagellak voor mijn gevoel. Dan heb ik ook nog 2, even kijken, ik moet het even goed lezen hoor, want het is weer allemaal gouden tekst. Hartstikke leuk, maar hartstikke moeilijk leesbaar. Dit zijn lipglossjes met een plumping effect. Ik heb hier allereerst een roze. Volgens mij heeft deze geen naam. Nee, het is een mini volumizing lip booster eigenlijk. Ja, hier zit dus menthol in en deze zou je lippen een plumping effect geven. Ik ben daar inmiddels dus wat meer aan gewend, zoals ik zei. Hebben gewoon zo'n kwastje. Maar kijk, dit is dan de roze. Nou, ik vond de kleur gewoon heel erg tegenvallen. Ik hou gewoon wel van een lekker kleurtje op mijn lippen. Ik vond het jammer dat hij echt heel weinig kleur afgaf. Ik vond hem ook een beetje droog aanvoelen op mijn lippen. Het was niet dat je hem echt... Weet je, sommige lipglossjes, als je die openmaakt, dan heb je echt zo'n explosie dat je het op je lippen aanbrengt. En bij deze had ik er gewoon echt een beetje moeite mee. Daarnaast, ik voelde het menthol effect zeker, maar het was nou niet dat mijn lippen wat voller leken of zo. En ja, dat vind ik dan toch niet echt fantastisch. Dus... eigenlijk mede door de structuur en de kleur die deze niet afgaf en dan ook nog niet eens een vol lip effect, vond ik deze dus niet fijn. En ik had hem ook in een transparante kleur. Nou, daar heb je verder niet echt verwachtingen van. Het is gewoon transparant. Maar ja, die gaf ook geen vollere lippen of zo. En ik vind een transparante lipgloss ook best wel leuk voor over een kleurtje heen of zo. Maar als het verder niks voor je lippen doet en het belooft dan toch een ja, plumping effect te geven, dan heb ik zoiets van nou laat maar. Dus ook deze die viel niet in de smaak helaas.
Nou, dan waren dit al mijn veel producten van januari en februari. Ik heb inmiddels alweer een aantal producten liggen die in het mandje moeten, helaas, die ik ook niet fijn vond. Ik denk dat ik nog het meest teleurgesteld ben in die twee mascara's. Ja, dat die het gewoon niet waren. Dit zijn toch de wat duurdere producten in, van de producten die hier liggen. En daar heb je dan zoveel verwachtingen van en die maken ze dan niet waar. Ik ben wel benieuwd of jullie misschien een van deze producten hebben geprobeerd. En dat jij misschien een hele andere mening had. Dat je zei van nou, ik vond hem juist wel heel mooi. Of bij mij is het effect wel fantastisch. Laat het zeker even weten. Ik ben ook wel benieuwd of jij misschien producten van deze, een van deze producten had willen kopen. En dat je nu denkt van nou, laat maar zitten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. En dat ik jullie eventueel weer kan weerhouden van de miskoop. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarna staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een mailing zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je dus heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!